Veel Nederlanders eten om 6 uur 's avonds. Wat vindt u daarvan? Zeg ook hoe laat u zelf meestal eet. Ik vind dat een goede tijd om te eten. Meestal eet ik ook om 6 uur. Naar welke muziek luistert u graag? Zeg ook hoe vaak u daarnaar luistert. Ik luister elke dag naar rockmuziek. Ik houd niet van katten. Welk dier vindt u niet leuk? Vertel ook waarom. Ik houd niet van kleine honden. Ze blaffen te veel. Ik heb geen rijbewijs. Hebt u een rijbewijs? Vertel ook hoe u dat vindt. Ik heb wel een rijbewijs. Ik vind dat handig om te hebben. Wat gaat u morgen doen? Vertel ook hoe laat u dat gaat doen. Ik ga morgen om 8 uur naar mijn werk. Wat is de mooiste plaats waar u geweest bent? Vertel ook waarom u daar was. Ik vind Wenen de mooiste stad. Ik was daar bij mijn familie op bezoek. Ik werk graag samen met anderen. Hoe werkt u het liefst? Vertel ook waarom. Ik werk ook het liefst met anderen. Dat is leuker dan alleen. Ik ga graag naar het strand. Wat vindt u leuk aan het strand? Vertel ook wat u niet leuk vindt aan het strand. Het strand geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik vind het niet leuk als daar veel mensen zijn. Wat vindt u van het weer in Nederland? Vertel ook hoe het weer is in uw eigen land. Het weer in Nederland is heel wisselvallig. In mijn land is het altijd warm. Ik wandel vaak naar mijn werk. Wat vindt u van wandelen? Vertel ook waarom. Ik vind wandelen heel leuk. Want dat is een goede manier om te ontspannen. Wat was er deze week in het nieuws? Zeg ook wat u daarvan vindt. Het aantal coronapatiënten is fors gedaald. Dat vind ik fijn. Ik vind het belangrijk om gezond te eten. Wat vindt u gezond? Vertel ook wat u niet gezond vindt. Ik vind het gezond om veel groenten en fruit te eten. Veel snoepen is niet gezond.
Alex is bakker. Zijn baas vraagt iets aan hem. Kijk naar de video. Alex, wil je even koffie voor mij halen? Wat kan Alex het beste zeggen? Jij moet zelf koffie halen. Nee, ik haal geen koffie. Sorry, ik ben even bezig. Paul is bij het uitzendbureau. Hij praat met een medewerkster. Kijk naar de video. Ik hoop dat ik snel weer een baan vind. Ik hoop het ook voor u, meneer. Hoe lang bent u al op zoek naar werk? Wat kan Paul het beste zeggen? Het liefst zo snel mogelijk. Sinds 2 maanden. Dat is niet zo erg, hoor. Paul volgt een cursus Nederlands. Hij praat met zijn docenten. Kijk naar de video. Brian vindt schrijven erg moeilijk. Wil jij misschien eens met hem oefenen? Wat kan Paul het beste zeggen? Brian doet goed zijn best. Brian is een aardige man. Ik wil Brian graag helpen. Sophie is bij het politiebureau. Ze praat met een agent. Kijk naar de video. Goedemiddag. Ik heb een boete gekregen voor te hard rijden. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik wil graag bezwaar maken tegen die boete. Sorry mevrouw, maar daarvoor moet u niet bij ons zijn. Wat kan Sophie het beste zeggen? Jij vertelt waar ik wel moet zijn. Waar moet ik dan wel zijn? Zeg waar ik wel moet zijn. Alex is bij de woningbouwvereniging. Hij praat met een medewerkster. Kijk naar de video. Goedemiddag, meneer. Met wie hebt u een afspraak? Wat kan Alex het beste zeggen? Een afspraak is goed. Dank u wel. Ik geloof met mevrouw Bergman. Ik had een afspraak om 11:30. Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Kijk naar de video. Ik heb zo een afspraak met dokter Van Westen. Hoe lang gaat u al naar dokter Van Westen? Wat kan Susanna het beste zeggen? Ik kom al bijna 5 jaar bij hem. Ik ga eigenlijk bijna nooit naar de dokter. Ik was hier vanmorgen al om 9:30. Hanna en Sophie volgen een cursus Nederlands. Hanna vraagt iets aan Sophie. Kijk naar de video. Sophie, heb jij jouw laptop bij je? Ik wil even iets opzoeken op internet. Vind je dat goed? Wat kan Sophie het beste zeggen? Ja hoor, alles is goed. Ja hoor, dat gaat goed. Ja hoor, ga je gang. Lin en Erik zijn collega's. Erik vraagt iets aan Lin. Kijk naar de video. Lin, hoe laat is die vergadering vanmiddag ook alweer? Welk antwoord is juist? Die beginnen om 2 uur. Die begint om 2 uur. Om 2 uur beginnen die. Sophie is op bezoek bij Lin. Ze praten met elkaar.
Kijk naar de video. De zon schijnt, dus ik ben met de fiets hierheen gekomen. Oh, waar staat je fiets dan? Wat kan Sophie het beste zeggen? Ik ben alleen komen fietsen. Ik heb hem op de stoep gezet. Ik houd van fietsen in de zon. Erik is bij het gemeentehuis. Kijk naar de video. Oké, dat is dan geregeld. Hebt u verder nog vragen? Welk antwoord is juist? Ik de bon mag hebben? Mag ik de bon hebben? Mag ik hebben de bon? Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Kijk naar de video. Wat een lekker weertje, hè, vandaag. Wat kan Susanna het beste zeggen? Ja, dat is goed, hoor. Ja, precies. Dank u wel. Ja, eindelijk weer zon. Alex is bakker. Zijn baas vraagt iets aan hem. Kijk naar de video. Het zout is bijna op, zag ik. Ik moet nieuw zout bestellen. Zal ik dat anders voor je doen? Wat kan Alex het beste zeggen? Dat geeft niks, hoor. Ja, dat vind ik ook. Graag, dank je wel.